Ja, je moet eigenlijk op het begin bij Intercollege moet je een beetje brainstormen over wat voor een idee je eigenlijk wil gaan doen. Dat vonden we nogal lastig en we merkten al gauw dat je snel hoog de kosten ingaat. Toen hebben wij een oud klasgenoot benaderd, die had een merk, dat wist wij toevallig. En die zou ook net een nieuwe kledingdrop hebben op dat moment. Nou ja, zodoende kwamen we tot een overeenkomst en konden wij eigenlijk zijn merk, waardoor hij veel kosten draagde in de winkellijn. Want we hadden natuurlijk eerst deze winkel opgeleverd en dat was eigenlijk niet zoveel. Toen hebben we een openingsevent gehouden, daar hebben we redelijk goed gedraaid. En sindsdien blijven er mensen terugkomen, ook omdat wij via Instagram actief zijn en mensen op andere manieren proberen te bereiken. En wij hebben eigenlijk al in onze eerste week onze kosten eruit gehaald. Ik denk dat de grootste uitdaging waar we nu mee struggelen is eigenlijk het vullen van de winkel. Nou ja, de rol van Intercollege in dit verhaal is, wij wisten dat wij dit project moesten doen in ons derde jaar. Dus we hebben er van tevoren al over nagedacht, we hebben daar brainstorm sessies over gehad. En voor ons eigenlijk de grootste rol met Intercollege is dat wij door het netwerk van Intercollege, dus door deze oud-klasgenoot die dit merk heeft opgezet, eigenlijk hem konden benaderen en samen in samenwerkingsverband deze winkel konden openen. Mocht je nog zomerkleding nodig hebben, kom gerust langs Magna Plaza. We hebben van alles, shirtjes, t-shirts, truien, tegen een redelijk goed prijsje. En kom hier lekker je zomercollectie halen.